Start wel. Moet ik de deur nou open zetten? Nee, hoeft niet. Dan het signaal daardoor ontsnapt. Nee, dat is niet een best signaal, maar dat komt goed volgens mij. Oké. Er is nog niks. Ja, de eerste drie. Had je al het begint te komen. Nee, nog niet. We moeten nog even starten. Ja, 29, 37. Hé, hey, maar van voorgaande keer dan? Ja, daar komen de eerste reacties. Hé, roepen ze hier allemaal. Ja, we hadden vragen in de vorige ding, maar dat heb ik net even moeten opschrijven allemaal. Maar mensen stellen de vragen nu ook wel, denk ik. 118, 139. Het begint te komen. Zo. 144. Heb je al reacties? Nee. Internet is niet zo best daar. Nee, dat dacht ik al. Daar was ik al bang voor. Ja, stottert het? Of is het geluid slecht? Leuk om jullie in ontspannen sfeer te zien. Ja, dat is dus helemaal wat anders hè, dan die actieboeren. Nou, we zijn er wel helemaal klaar mee. Ja, best wel. Hoe is het bereik? Zitten jullie in een bunker? Roept iemand hier. Ja, dat is, we zitten hier best wel in een bunker eigenlijk. Is het bereik zo slecht of valt het mee? Stottert niet en zo? Slecht beeld. Zo? Ja, slecht beeld. Beeld wazig, geluid is goed. Stottert. We moeten hier vandaan. Oh. Okay. Beeld beetje wazig. Nee, dit is niet goed hier. We moeten hier weg. Dat dacht ik al. Oké. Nou, doe maar even uit. Dan lopen nee, dan doen we hem niet uit. We nemen ze gewoon mee. Ja, dan lopen ze bij mij door het hele huis heen. Nee, dan film ik wel even de grond. Ja, dat is juist slecht. Is dat slecht? Ja, dat is, mijn vrouw heeft te druk met koeienmelk. Die zuigt geen stof op het ogenblik, denk ik. Je ligt ook stro op de vloer, dus. Oh, dat valt wel mee. Achter de bank. Achter de bank. Dat is gelukkig niet, want het beeld is waar. Hoi, vermoeide Piet en Aukje. Ja, best wel. Beetje kunnen slapen? Nee, hebben we geen tijd voor slapen. Dat kan niet meer. Ja, we hebben al een beetje geslapen. Ja. Nog te weinig, maar we hebben... Hebben weer iets. Hey, gaan we hier nou weg? Ja, we gaan hier weg, want het blijkt hier niet goed te wezen. Oh. We gaan even een andere locatie opzoeken. Beeld mijn snieën, zei er in. Kom door, even wachten. We gaan even verhuizen. Ga ik even de grond filmen. Kijk, een echte boerderijgrond is dit zo. Kijk, nou is alles weg. Nou is alles weg. Nou, het is alleen wat, wat minder leuk voor een vrouwtje misschien. Ik weet niet waar Martje wil. Ja, Martje verhuist denk ik. Martje wordt gek van ons. Waar is de koffie? Die is bij Piet in de hand. We gaan hier weg. Wij hebben geen bereik in de bunker. Ik ben al weg, je mag erbij. Ik film je niet hoor. Oké. Is het hier beter? Hier kan ik ook heel relaxed zitten. Is het hier wel goed? Lens misschien smerig. Ja, wacht even. Ik zal even... Oh, is dat het probleem? Nou, nee, maar het is sneeuw en weet ik het wat. Sneeuw. Even zien. Oh, dit werkt. Is het nou wel goed? Geluid goed? Beeld goed? Ja, hier is het goed. Ja, roepen ze hier. Nu is het oké. Okay. Ja, maar hier is het bereik ook veel beter. Oké. Welkom. Nou, welkom. Je hebt het hele huis gezien. Ja, 187 mensen nu. Heb je daar ook eens... 187 mensen die je vloer hebben bekeken. We zijn overal achter geweest, heb jij praktisch alles gezien. Nou ja, nou de woonkamer ook nog. Ja.
Dus zijn er al vragen? Glashelder, alles oké. Okay. Ja, ga nog niet over het beeld. Ik bedoel, gaan we nu... Nee. Mooi kerststuk op de tafel, ja. Vrouwtje maakt ook wel eens wat. Ja. En ze vult zelf leuke poppetjes en zo. Dat ze die ook gedaan, hè? Ja. Dat goedenavond, ze roepen ze. Hallo. Nou, kom maar op met die vragen. Hebben het is vragenvuur. Vragenvuur. Wat hebben wij vandaag gedaan? Wat hebben wij vandaag gedaan? Wij werden vanmorgen gebeld door, ik was om 11:30 van bed af. Nou ja, vannacht, we waren ook een deel van jullie heeft waarschijnlijk wel gezien dat wij rond een uur of 4 aankwamen in die zuil. En daar hebben we nog wat genomen. Dus we lagen pas om 5:30 op bed? Ja, van de over 5. En toen was het uur of 11:30 dat ik weer wakker werd. Eruit. En toen werd er al gebeld dat Friesland wel wat assistentie bij de onderhandelingen bij de Aldi distributiecentrum van Aldi konden gebruiken. In Drachten. En daar zijn wij toen met onze onderhandelingskanon heen gereden. En daar heeft Aukje een passieve rol gespeeld bij de onderhandeling. Die dus door onze Koos en twee Friese boeren werden gedaan bij de Aldi. Piet, wat harder praten, roepen ze hier. Zeg dat jij het volume? Dat zegt Diane. Nee, dat ligt niet aan mijn volume. Je zit gewoon te ver weg, denk ik. Hoe ken het nou? Ik bedoel, anders schouw jij altijd achter mij. Nou, dan schuif jij een beetje op. Ja. Dat zegt Diane trouwens. Diane daar? Jullie zitten gewoon weer te eikelen en te zeuren. Ja, zoals altijd. Godverdomme. Ja. Wacht even, wat ga je een duffer bouwen? Wat ging die voeten van mij aan, kijk. Hé? Maar goed, ik zou er zacht nog hebben, of niet? Kunnen die van mij er ook op? Wacht even. Zijn ze heel? Dat ja, dat is wel. Beetje toontje vrij. Hebben we gisteren ook gedaan, hè? Ja, we hebben samen gezellig gemaakt. Lepeltje. Ja, we hebben samen genomen. Dat was niet lepeltje. Ik werd gewoon verpleegd door jou. Daar, met de wand van het slaaphok aan één kant en de wand van Aukje aan de andere kant. Twee matrassen. Maar ik had anderhalf. Ik bedoel, ik van mij. Ja. Maar waar waren we nou mee aan het vertellen? We waren helemaal onderhandeld. Waar hebben we nog gedaan? Nou ja, goed. Toen hebben we dus, zijn we dus naar Friesland gereden. En daar heeft Koos met Aukje als getuige proberen een intentieverklaring los te krijgen bij de Aldi. Nou ja, dat is allemaal zo moeilijk hier in Nederland. Er is altijd weer een baas boven baas en nou ja goed, die aantekening die is, die man die was blijkbaar toch beslissing bevoegd. Maar dat maakt ook helemaal geen flikker uit, op het moment dat de onderhandeling dus gaan beginnen over het Farmer Friendly keurmerk, dan is die man hopelijk verantwoordelijk. Net als wij hopelijk verantwoordelijk zijn voor eventueel geleden schade aan van supermarktketens, tenminste, dat willen ze proberen. Zij is die beste maar net zo goed hopelijk verantwoordelijk dat hij bij die onderhandeling aanwezig is, want zij hebben de intentieverklaring getekend. Dus het werkt twee kanten op en wij proberen natuurlijk om, nou ja, daar aanspraak, je praat echt over behoorlijke schade, dus alleen een supermarkt kan het heel best dragen. Ik zat net even op het toilet en dan lees ik en of ik kijk even de apps na. Even een rustmomentje, hoewel het nooit rustig is op de app. Nee. Jullie horen nou ook steeds de telefoon. Ja, sorry. Zo is het steeds. Bij jou? Ja. Bij mij pengel die. Maar, en daar zag ik dus, dat vond ik een heel mooi voorbeeld en, die op Telegram, dat voor een voedselpakketje, ik zal jullie voorleggen waar er neer zit. Nou gaat de bril op. Ik zal jullie voorlezen waar er neer zit. Even zien. Hier hebben we.
Ja, nou. Komt-ie. Ja? Het duurt hier even, dan heb ik hier niet... Nee, ik krijg ook dat er zo nu en dan wat storing is. Ja, ik sta nu weer aan, dan. Of misschien, hij kan helemaal niet binnen, maar hij rond helemaal niet af. Moet ik hem uit doen, hap? Ja, gaat het ten koste van wifi is... hè? Huh? Nou, daar heb ik hem, ja? Hé, hey, nou, ik zal jullie eens even zien. Nou ja, dit overheid en supermarkt eisen de boeren tuin te verduurzamen. Dat willen de boeren ook wel, maar zij moeten daarvoor hoge investering doen. De kost gaat daar omhoog. Supermarkten weigeren een hoge kosten te maken. Maar wat wel interessant is, wat krijgt de boer? Ja, let op mensen. Voor 10 eieren, 60 cent. Dus dat is 6 cent per ei. Ja, jullie betalen... €2,24, ja? Een komkommer, daar krijgt de boer 22 cent voor. In de winkel 79 cent. Een kilo kip, 30 cent krijgt de boer. Ja? Jullie betalen €10. Uh-oh. Telefoon, even niet. Een liter melk, 33 cent krijgen wij gemiddeld, ja? Winkelprijs 99 cent. Kilo aardappel, 14 cent krijgt de boer. Winkelprijs €1,30. Een kilo peren, 15 cent. Winkelprijs €2,09. Kortom, de boodschappenmandje wat ik nou net voor heb gelezen. Daar betalen jullie €17,41. En de boer ontvangt in Nederland €1,74. Dus dat gaat 10 keer over de kop. Dat is de realiteit, staat er. Nou, dat is dit alweer. Ik neem hem mee, maar mensen. Aukje praat de tijd in voor. Oh, ik praat de tijd even vol. Wacht even. Oké, dan ga ik even naar het anders zijn, anders dan komt het ook niet goed. Ga ik even hierheen. Zo. Ah. Hey, we praten dan even via de app. Wij hebben geen relatie, ik ben netjes getrouwd. Je hebt toch net gezien dat ik mijn vrouw kust. Nou, je hoort het wel. Straks komt Koos, Aukje's man, komt haar... Ik ga je er even weg. Ja, wat, hier. Ja, maar dit ronden we zo uit. Dit is Oma! We komen zo aan, weer via de... Stel alsjeblieft de vraag neemt via de... Dacht jij dat dit een dating screen was? Hoe kom je daar bij? Ja, een beetje teentje vrij. Ja. Maar dat zeg ik. Van wie? Nou, dames, heel veel plezier. Geniet ervan. Doei doei. Ach, een dikke lol. Nou. Moest dat nou? Groetje van die zuil. Averrekte flinkers. Groetjes van die zuil. Ja hoor. Ja hoor. Nou, bel zo. Ik vond het al zo raar. Ik denk, hoe kunnen jullie nou. De kijkers nou een telefoonnummer. Maar goed, even terug. Ze moesten fucken. Huh? Ze moesten fucken. Huh? Ja, hey, maar... De prijs gaat van boer naar consument 10 keer over de kop. Nou, het is toch bespottelijk, mensen. Nou ja, goed, dat is ook de reden dat... Wij vinden dat wij daar wel een klein graadje van mee mogen pingen. Dat is dus 3% dan. En dat is, lijkt heel veel. Je praat inderdaad over miljarden. Alleen die miljarden die worden over alle boeren die dus aangesloten zijn bij de coöperatie Farmer Friendly, wordt dat verdeeld. Nou ja, goed. Je praat wel over enkele duizenden euro's. Maar dat zijn we ook hard nodig om aan alle. Verplichtingen te voldoen die ook supermarkten van ons eisen. Het moet allemaal groen, het moet allemaal, weet ik veel, bio vinden ze ook mooi en vega vinden ze nog veel leuker. Hè? Er is ook een supermarktketen die gaat er nogal praten op, in plaats van dat die gewoon een Nederlands, eerlijk Nederlands product gaat weggeven bij de postcode loterij. Nee joh, ga je allemaal als konijn slaaf eten en soja. Nou, dat is voor dieren.
met z'n oren gewoon in een goed voedselpakket hoort een stuk vlees te zitten. Maar goed, ja, dat mag ik niet zo zeggen. Let de Wij Zijn Boos crew even op in de reacties. Of het relevant is en ja, eventueel die mensen eruit te zetten. Graag, dank u. Zitten ze nou weer te klooien? Ja. Oké, okay, nou jongens, ja. Niet leuk. Niet leuk, gewoon niet doen, Daan. Nee, wij doen dit ook voor jullie. Dit is helemaal geen eigendom. Ik ga ook liever tv kijken. Nou, dit heeft geen zin. Ik bedoel, ik ben ook 2 dagen in touw geweest. Dat weten 3. 3 dagen in touw geweest, dat weten jullie ook. Het landje bij mij is ook een keer op. Ik hoop dat jullie je daar wat van aantrekken. Maar dit is niet netjes. Die oude hoeren is verder prima. Hoe me van mij betreft ook niet verwaarderd worden. Ik hoop dat deze mensen ook gewoon hun verantwoording nemen. En ook een medestrijder dit krediet geven. En ik zit hier niet voor mijn lol. Nee. Dat is een zin. Was je vrouw boos, Piet, dat je gerookt had? Van de eerste vraag. Dit is even zien, Anneke de Wilde. Oh. Nou ja, dat ga ik dan nog netjes beantwoorden. Ik denk dat dit weer. nou, het is zo, wij hadden een vergadering gehad en ja, het is geen officiële kroeg, dus er mag gewoon in die huiskamer gerookt worden. Ja, de stress is hoog, er wordt nog wel eens een peukje opgestoken. Dus mijn kleren roken ook naar rook toen ik dus binnenkwam. Ik heb 20 jaar gerookt van mijn 20ste, 19e tot mijn 40ste denk ik. En ik ben al jaren clean. Nou ga ik niet vertellen hoe lang al, want dan weten jullie ook hoe oud ik ben. Maar ik ben dus al jaren clean. En toen, wat wil ik nog zeggen, ging over dat roken. Ja. Oh ja, toen Aukje dus naar mijn vrouw stuurde van Piet heeft gerookt, toen kwam er dus al een reactie van, ja gisteravond ook al zeker, want toen rook je ook al. Nee, nou, echt, ik heb helemaal niet gerookt en ik heb ook mijn ja, halve peuk gehad. Ja, totdat ik hem eruit sloeg. Hij vloog me direct naar mijn hoofd toe en nou ja, ik moest hoesten en Aukje zat te klieren dus. Ik was alle luchtneus nodig om mijn leven te blijven. Dus het is ook met die halve peuk gebleven. Ja. Ja. Nee, maar het is wel heel wonderlijk dat het zo snel rondgaat. Want ik bedoel, ondanks het feit dat wij dus deze week boze boeren zijn, zitten we ook in beheersgroepen daar. Maar daar kwam al rond van, Piet, roken is zo niet 2020. Heel Nederland, heel de wereld weet dat ik gerookt heb. Heeft Carola Schouten, behalve dat zij de agenda uitvoert, ook een persoonlijke hekel aan boeren? Ja. Ja, dat denk ik wel. Dat is duidelijk. Ik weet niet waarom. Kijk, Carola Schouten die heeft hier en daar een kind opgelopen. En blijkbaar, ze is een boerendochter van origine. Alleen het gekke is dus dat haar familie dus in vega spul doet. En daar is op zich niks mis mee. Maar hoe kun je dus iemand die zo'n hekel heeft aan vlees en moet van leven van vega, hoe kun je zo iemand nou minister van Landbouw maken? De enige criteria om dat te worden is, die moet een boerendochter zijn blijkbaar. Nou, ze hebben een hele slechte boerendochter uitgezocht. En ik krijg soms wel de indruk dat die zoon van haar verwekt is in de Hooiberg. Die boer of die boerenjongen die heeft haar laten zitten. En daar is zo'n haat en nijd voor alle boeren hier in Nederland ontstaan. Dat niemand in Nederland na haar regeringsperiode nog een bestaansrecht heeft. Of, nou ja, zij heeft het liefst dat of uit Nederland verdwijnt. Of wat regelmatig gebeurde de laatste maanden, dat die boer zich ophangt en dat is definitief einde oefening. Dat is Carola Schouw. Vraag je waarom de boeren niet steeds bozer doordat het zo lang duurt en er niet veel verandert? Ja, daar worden wij steeds bozer van. Ja. Maar, nou ja, goed, vroeg of laat dan barst die bom. Kijk, wij zijn er niet om uit om rotzooi te trappen. En, dus wij. Wij hopen dat we het nog steeds met praten
vooruit komen dan. Kijk, het is heel belangrijk. De vorige vraag ging over Carola Schouw. Wat gebeurt er? De boeren gaan apart. Met het risico dat ze een grote claim aan de kont krijgen van die supermarkten die toch al schat hemeltje rijk worden over de rug van die boeren, ja. Wat doet Carola Schouten? Die roept niet de supermarkt ter verantwoording, nee, die roept de boeren ter verantwoording. In plaats van dat hij zegt van, dat hij bij zichzelf denkt van, ik heb zoveel regels in de stelling staan die boeren nog even schuldloos moeten inlossen, ja. Daar moet ook wat tegenover staan. Nee, wat schrijft ze in de media van die boeren die moeten ophouden. Want je gaat eerst in overleg voordat je tot deze acties overgaat. Waar is het overleg van juffrouw Schouten met de boeren? Op dit moment wordt in de Tweede Kamer gedebatteerd over alle regels die zij ons weer zonder overleg in de strot duwt. Ja, en wij moeten nou ineens in overleg met de supermarkt. Nee, dat had godverdomme zij al moeten doen. Juist. Piet lijkt altijd heel boos hoor, maar dat valt wel mee. Nee, ik ben boos op dit moment. Ja, op dit moment. Maar ik kan nog bozer worden. Oh, ja. Wat houdt een melkquota in? Dat bestaat niet meer. Dat is in begin 90, dat is rond, zien hoor, ik was... Het is al midden jaren 80. Toen kwam ik van de middelbare landbouwschool uit. Toen is er een kwotum ingesteld dat wij mochten. Een jaar of twee jaar ervoor geleverd hadden. En dat werd ook nog verminderd met een bepaald percentage. En dat was je melkquotum. Wat je toen geleverd had, zeg maar. Een aantal jaren terug, dus de groei werd direct al teniet gedaan. Dus wat je dus een aantal jaren terug geleverd had, werd ook nog opgekort. En dat was dan je melkquotum. Nou, dat kon je dus na verloop van tijd kon je daar dus of melk bijhuren, een quota bijhuren, of bijkopen. Je mocht het ook verkopen dan. Nou, daar kwam nog bij dat wij begonnen met een melkquotum. Maar door fokkerij kun je er heel gauw bij sturen. Ja? Wij worden uitbetaald naar het gehalte vet en eiwit in de melk. En nou tegenwoordig ook naar lactose. En lactose is een soort suiker. Ja? Door andere stieren te gaan gebruiken, heb je 2 jaar later heb je dus de fokresultaten. Waardoor toen in het melkquotumtijdperk. In één keer door de veel meer vet in de melk zat, waardoor in eerste aanleiding de boterberg en de kaas overschotten en zo, die boterberg die ging gewoon weer ontstaan. Dus je leverde minder melk, maar er zat gewoon meer vet in. Dus hadden weer meer om boter van te maken. En dus toen kregen we een vetquotum. Dat was dus die vetreferentie gekoppeld aan een melkquotum. Nou ja, goed, hetzelfde verhaal. Je kon dus melk bijkopen van gelijkwaardig vet en zo. Er waren allerlei moeilijke. Maar ja, zo werkt het hier in Nederland. Het mag nooit simpel, maar altijd stront moeilijk. En dat was dus het melkquotum. En gevolgd door het vetquotum. Dat zou maar, ik meen het maar 6 jaar duren. Heeft 30 jaar geduurd. Nou, we waren toen in eerste instantie blij dat het eraf ging. Maar praktisch gezien was het beter geweest als het er gewoon opgebleven was. Want 2 jaar nadat het melkquotum eraf ging, gingen al die boeren die gingen weer voor vaderland wegproduceren. Dat was een stukje eigen schuld, wil ik best worden. En toen kregen we dus een fosfaatquotum. Maar toen was ineens fosfaat was de moeilijkheid. Nou zitten we dus te debatteren over stikstof. Maar ja, we zijn nou ineens de stikstofvervuiler. Ik heb wel eens gezegd. Koeien maken stront en die stront die wordt helemaal ontleed. Het fosfaat is zo. En nou is de stikstof. Straks wordt er CO2. Stikstof, ammoniak is een vorm van stikstof. Of een stikstofverbinding. CO2. Nou, straks hebben ze het nog over de droge stof in de stront. Die stront die wordt helemaal ontleed. Carola Schouten en haar achterman die zit liefst aan de elleboog toe in de stront om die stront te ontleden. En dan gaan ze die boeren dan allemaal even op het bordje kwijt. Mm-hmm. De virusmedia geeft jullie de schuld van de lege schappen met de jumbo's. Virusmedia?
Ja, dat noemen ze zo, de virusmedia. Nou, alle media is een virus volgens mij. Nou, volgens mij heeft hij ja. Dat is de grootste plaag die er bestaat. Ja, goed, geeft hij ons de schuld van? Nou ja, waarschijnlijk is dat terecht. Ja, maar wij geven de Jumbo, de Jumbo heeft een slogan. En weten jullie wat de slogan is? De laagste prijsgarantie. De laagste godverdomme prijsgarantie, ja? Wie krijgt dus de laagste prijs? Ja, jullie denken dat jullie de laagste prijs betalen. Eén ding is zeker, de boer krijgt de laagste prijs. Oh ja. En als Jumbo, mensen, er is eigenlijk helemaal geen probleem, hè? Als Jumbo de schap leeg heeft, hè, waarschijnlijk doen jullie je boodschap in het winkelcentrum, dan zit er vast van Aldi, of een Lidl, of een Poys, of een Spar van mijn partner. Er zijn ook een aantal spaarsupermarkten. Ga je daar de boodschap doen? Waarom moet je nou die boodschap doen bij die Jumbo? Je laagste prijsgarantie is grote flauwekul. Daar worden jullie mee bedonderd. Mm-hmm. Wat al gezegd dat je snicker moet eten. Laat geloof, wel verdomme. Wie heeft dat nou weer? Wij worden wel heel erg ja. Gevolgd, niet? Hebben jullie ook last van een vuilverbrandingsoven? Nee. Maar dat is wel iets wat natuurlijk wel speelt dan. Hè? Kijk, wat wij uitstoten, hebben we wel vaker gezegd, is gewoon schone stikstof. Als stikstof een probleem is, ik weet het niet precies, ik ken die getallen niet uit mijn kop, maar volgens mij stoten we iets van 90 miljoen kilo uit. Het kan best zijn dat er ook nog een paar nullen bij zitten. Maar wij binden door onze gewassen 108 miljoen kilo dan. Hè? Waar de lucht in gaat door auto's, industrie en zo, ja. Dat wordt ook nog gebonden. Daar komt nog een keer bij, dat is stikstof die wij dus uitstoten, dat is ammoniakstikstof. Komt de groei van plantjes ten goede. Die NOx-stikstof, de vieze stikstof die industrieën en dergelijke uitstoten, dat is gewoon rotzooi. Daar wordt ook nog een deel door de landbouw gebonden, maar is gewoon troep. En nou wordt er dus beweerd dat wij 42% stikstof, van het stikstofuitstoot hebben. Klopt, misschien wel, ja? Daar wordt een groter deel wordt nog gebonden, ja? Maar vraag je dus wel eens af, dat die overige 60% krijgt hij net zo op zijn kloten, als die boeren met elkaar maar 40% doen, hè? Wordt er wel aan die 60% gedaan? Dat is het overgrote deel, hè? Ja. Deze week meer protesten door het land? Dat kan best zo wezen. Kijk, die acties van de week, daar zit geen organisatie achter. Dus dat zijn wilde boerenacties. En ja goed, wij hebben wel veel contact met andere boeren, maar niet met iedereen. Dus het kan best zo zijn. Kijk, wij zitten hier in het Hoge Noorden en wij doen hier wel eens wat. Maar ik heb er geen idee van over acties midden Nederland, Limburg, echt helemaal niet, mensen. Ik zou zeggen, hou het in de gaten. En het komt mij raar voor dat de supermarkten er al last van hebben. En als ze er al last van hebben, nou ja, het zij zo, daar zijn we genoeg aan verdiend. Ja, jammer dan. Ja, daar komt nog bij, hè, wat ik al zei, de supermarkt die, misschien, ik praat zoveel, dat ik weet niet eens wat ik allemaal zeg. Maar, het keurmerk vraagt maar 3% en de omzet dit jaar stijging is wel 8%. Nou ja, kan er dan niet wat af, zou ik zeggen? Nou, ze hebben een extra winst van 149,5 miljard. Oh, man. Dat is een heleboel. Ja. En dan kunnen ze die 3%, daar eikelen ze nu over dat ze dat niet eens dat, kwijt willen. Dat is wel veel geld, maar wij zijn ook veel boeren gedaan. De Farmers Defence Force die heeft zijn plan gepresenteerd van Farmers Friendly concept, hè, het keurmerk voor supermarkt. En daarvoor is dus een Farmer Friendly coöperatie opgericht. En die coöperatie, daar kan iedere boer lid van worden en kost helemaal niks. Je kan je gewoon inschrijven op de Farmers Friendly, of op de FDF-site kan je gewoon inschrijven voor Farmer Friendly. Het kost je helemaal niets. Geen enkele contributie.
Je mag lid weten van LTO, van NMV. Het maakt allemaal niet uit als je maar landbouwer bent of in agrariër bent. Dus, of visser. Visserij doet ook mee, dacht ik. Ja, klopt. Dus als je dat maar bent, dan deel je gewoon mee in de pot. Die we dus nou proberen bij elkaar te sprokken. Dus het is een heel mooi concept. Waarbij alleen die supermarkten gewoon een deel van hun omzet. Kijk, en ik weet natuurlijk niet wie ons vaker volgt, hè, maar ik heb vannacht nog verteld wat er ongeveer per maand binnenkomt bij mij. Hè. Dat is iets van, ene maand is van meer dan andere, maar dat zit altijd rond de 20.000 euro daar. Nou, dat lijkt heel veel geld, maar als zou ik 10.000 euro krijgen uit het Farmer Friendly, dat is wel lekker. Maar het is nog maar een druppel op de gloeiende plaat. Eigenlijk zou er structureel gewoon een betere melkprijs moeten komen dan. Dat gebeurt dus niet, maar die supermarkt, van CBL of iedere keten voor zich, die onderhandelt zo scherp en die zet gewoon ook de melkfabriek met een rug tegen de muur. Als jij die levert voor die cent, dan gaan we naar buitenland. Nou, zo werkt dat. En mensen, laat je niet bedonden, want jullie betalen gewoon het volle pond hoor. Daar zetten we dus nu ook op in, meer Nederlandse producten in de schaap. Wat doen die flikkers? Die halen het gewoon uit het buitenland voor een scherpe prijs, ja. Maar jullie betalen hetzelfde het volle pond hoor. Dat is niet om de burger, of de consument, nou zeg ik weer burger, dat is niet zo. De consument, of een boer, een visser of een burger is, jullie betalen het volle pond. Er is maar één die er beter van wordt. En dat is de supermarktketen. Jullie waren in Beinen bij de Jumbo en toen ging er op een gegeven moment te ronden dat er een claim lag. Waar was die voor? Nou, het is zo dat die supermarktketen waar je de staten blokkeert, die probeert dus, dat kan dus, die heeft er schade van. En die schade die willen ze dus op verantwoordelijke personen, de personen proberen te verhalen. Nou ja, goed, er bestaat zoiets als een demonstratierecht en op dit moment vechten wij gewoon voor ons inkomen. Zolang zij geen namen hebben of een aanleiding om het in onze schoenen te schuiven, kunnen zij die claim nooit ergens neerleggen. Maar daar moeten we wel heel voorzichtig mee zijn natuurlijk. Ik bedoel, wij gaan sowieso de confrontatie met de politie niet aan. Wij zijn geen hooligans die beginnen te vechten en zo. Ik denk dat als dat ooit zou gebeuren, dat het dan verschrikkelijk hard en hard gaat. Dan is de nood ook zo hoog. Afgelopen weekend is wel weer gebleken dat... Dat zeg ik niet vaak. Ik heb het wel vaker gezegd, maar ik zeg het niet altijd. In Den Haag had het wel iemand anders gekend, maar het is echt waar, mensen. De politie is je beste vriend. In dit geval, wat een meedenkende, meelevende mensen. We hebben onderhand al een heel lijstje met contacten, die we dus ook gewoon kunnen bellen en zeggen van, hoe zit dat dan? Hè? Het is echt, Daar heb ik wel eens anders over gedacht, maar na dit weekend is dat groepje goede politieagenten is weer behoorlijk gegroeid. De veiligheidsregio, hè, die bepaalt dus ook of er een trekkerverbod komt of dit of dat. Die zat ook te vergaderen. Ik weet niet van, dat was zaterdag zeker, vandaag zondag. Wij spraken met de politieman en die zei van, ja, jullie hebben die zaakjes zo goed voor elkaar. Ook al komt die veiligheidsregio met een nieuwe voorschrift of zo. Wij zien geen aanleiding om te gaan handhaven. Dus met andere woorden, wij hadden het zo netjes voor elkaar. Waarom staan wij er? Omdat gewoon het kantoor van zo'n distributiecentrum gewoon zo hardnekkig is en gewoon geen medewerking wil verlenen om het gesprek in ieder geval aan te gaan.
Maar ook, kijk, wij dwingen ze niet, nu niet op dit moment, om over de brug te komen. Wij willen ze gewoon dwingen dat ze ons erkennen en het gesprek aangaan. En daar kunnen we dan nog wel eens over percentages en dergelijke spreken. Dan. Maar zolang de onderhandelingen bezig zijn, kun je niet mensen dwingen om al op te donderen. Maar daar heb je de demonstratierecht voor. Wij krijgen dus ook alle keren een pamflet overhandigd waarin staat waar wij moeten voldoen. Nou, een van die dingen waar wij dus aan moeten voldoen is dus is het verbod op dragen van mondkapjes. Onze gezichten moeten in alle tijden gefilmd kunnen worden en herkenbaar zijn. Nou ja, goed. Wat we dus gisteren ook beleefd hebben, en dat vond ik heel raar, maar ik vond het wel mooi dat ze het dus eigenlijk doen. Het is constant stonden een politieauto de hele dag al, die houden de boel onder controle of in de gaten. En op een gegeven moment was het ineens van die politieauto, loeiende sirenes, zwaarlichtingen, die jakkerden bij ons langs. Wat bleek nou later, zei de dienstdoende agent, dat was een test. Hoe snel wij de weg konden ontruimen, zeg maar. Nou, de reden op dat moment een trekker, die spatte gelijk de berm in. Dus die politieauto had gewoon vrije baan. Dat zou dus ook gelden voor een ambulance of andere hulpdiensten. En dat was gewoon een test, zei die agent. En daar waren wij met glans, zijn we daarmee geslaagd. Nee. Want er was geen enkele vorm van belemmering. En op dat moment had de politie besloten dat ze niet gingen handhaven, want wij hadden ons zaakje voor elkaar. Ja. Dan nog vragen hoe het met ons gaat. Ja. Hoe gaat het met ons? Moe. Moe. Ja, moe. Ja. Nou ja, en jullie merken het al wel in beeld, denk ik weer. Ik tril weer een beetje. Jij had ook zo'n mooie driepoot. Ja, ik had die driepoot er even onder moeten zetten, maar dat is niet gebeurd in alle haast. Ja, maar jullie hadden al 4 uur eerder ons verwacht, maar ja, toen waren wij nog in Drachten. Ja. Dus. Nee, het gaat wel goed met ons hoor, maar inderdaad moe. En, nou ja, goed, voorlopig ja. Kunnen we weer wat bijslapen. Is er, nou, voor zover ik weet, niks in de planning. Dus, nee. We moeten maar even zien. Eerst maar even wat op kracht komen en dan maar weer zien of er nog wat, gaat gebeuren. Moet je niet vee wegdoen door de stikstofwet? Nou, dat is, nog niet, dat is er nog niet door. Daar wordt nu nog over gedebatteerd. En minister Schouten heeft het niet makkelijk. Het zijn gewoon idiote plannen. Daar wordt met niemand rekening gehouden. En dat wordt het ook al gewoon langzaam. Ik neigde wel iets naar Thierry Baudet, maar die hele forum van democratie, waar die de laatste week allemaal een kunstjes flikken en zo. Maar ik heb gisteren een stukje gezien, gauw even op de telefoon, over het relaas van Baudet en de Tweede Kamer. Nou, daar denk ik van, die man die snapt het. Dit heeft allemaal niks meer met stikstof te maken. Het is gewoon, die boer die moet oprotten. Want Nederland moet vol met vluchtelingen. Ik vind het prima dat er vluchtelingen bij komen. Maar je moet ook kijken naar onze grote M. Wat wij kunnen doen aan huisvesting en dergelijke. Dan. Maar Nederland moet gewoon. De boer die moet weg. Dat is het doel wat Schouten zich gesteld heeft. En dat is gewoon alles. Wat was de vraag? Weet je het nog? Ik ben het kwijt. Ja. Ik lees ondertussen. Ja, we kunnen de vragen lang niet zo snel beantwoorden dat ze binnenkomen. Het is gewoon zo dat. Dat is het doel. Oh ja, of ik koeien weg moest doen. Een aantal jaren terug. Toen had je dus de pasmelding. En toen was er al sprake van een stikstofprobleem. En toen kreeg je dus een programmatische aanpak stikstofprogramma. Aanpak stikstof. Nou, dat hield dus in dus dat jij dus een stikstofmelding deed. Daar kwam je hele bedrijven in voor. De capaciteit van je stal, het aantal beesten en de uitstoot, noem het maar op. Heel boekwerk is daarvan gemaakt.
En daar kreeg je dus een vergunning voor. Zoveel grond had je, prima. Hè? Allemaal dik goed geregeld. Alleen, vorig jaar, toen is die pas niet rechtsgeldig door de Nederlandse rechter is die ongeldig verklaard. Maar dat houdt dus in dat op dat moment alle boeren zonder vergunning zitten. En nou ik heb me daar niet zo in verdiept, maar 1994, toen duikt steeds op. Dus dat zou dus betekenen dat een boer die dus, ik zeg maar wat, nu 150 koeien had, maar in 1994 nog maar 60 koeien had, hè, waar hij toen van kon leven, maar nou is die 150 nodig om aan zijn kosten te voldoen, terug zou moeten naar die 60, omdat die paas afgeschoten is, terwijl de boeren gewoon aan hun verplichting hebben voldaan. Die moesten een pasmelding doen, dat is dus gebeurd. En een aantal jaar later komt er gewoon een streep doorgezet. En dat is ook waarom bij boeren vogelvrij zijn. Wij hebben geen milieuvergunning meer. Nou, bij ons is iedere kilo stikstof en iedere kilo stront en iedere koe die er rondloopt, staat op papier, ja? Maar er is van grote industrieën is niet bekend wat hun uitstoot is en hun effect op natuurgebieden of op het milieu aan zich. Dus het is toch natuurlijk van de gekke dat die boeren moeten bloeden. In mijn geval is het zo, ik ben grondgebonden. Ik heb dus genoeg grond in eigendom, of huurden, dat maakt helemaal niet uit. Maar genoeg grond onder het bedrijf, noemen ze dat, om mijn eigen mest af te zetten. Ik hoef niks af te voeren. Nou ja, dat is dus het idee. Ik weet niet, ik zeg, het kan best zijn. Dat ze dus, een van de vorige vragen was een melkquote. Het kan best zijn dat ze zeggen van ja, maar jij mag niet meer koeien hebben dan dat je in, 2014 had. Bom. Dus, mocht je gegroeid zijn, moet je ze afvoeren. Ja. Dan moet ik inderdaad dus koeien afvoeren. Ja. Hoe is het draag dan afgelopen? Nou, we hebben weer een aantekening gekregen. En de politie die zei, lang uit te staan is niet verstandig, want dan gaan we handhaven. En dat houden ze in, dus dat de ME komt. Dat kun je nog wel inbrengen. Die zijn een groot van die mensen is er ook niet erbij om te gaan meppen. Maar dan heb je nog wel tijd om de boel in te pakken. Maar wij hebben gewoon de hekken vrijgegeven dan. Wij zijn ook niet. Wij hadden graag die onderhandeling dit jaar nog gezien. Maar dat schijnt heel moeilijk te wezen dan. Wij werken 6 of 7 dagen in de week. Maar dat zijn de mensen van CBL en in de supermarktketen zijn dat niet van plan, kennelijk. Dus. Wij hadden graag gezien dat ze nog deze maand op de tafel hingen. Dat is dus heel moeilijk en dat kunnen we niet afdwingen. We hebben een handtekening dat al die Nederland, al die Duitsland ook bij CBL aan tafel zit. Om Farmer Friendly onder andere te bespreken. Actiegroep Nisail is ook de enigste, hè, die nu al 3 handtekeningen. Dat weet ik niet. Eén samen met Friesland uiteraard. Sowieso samen met Friesland, want dit was een Friese actie. Wij hebben alleen maar geassisteerd daarin. Dus, en ook niet meer daarna. Er zijn er wel een paar trekkers van ons naartoe gereden. Kijk, het is ook niet, draging is voor ons niet bijzonder ver weg. Dus ter ondersteuning zijn er wel een paar trekkers van ons geweest. Maar de jongen van Friesland die hebben toch het voorwerk gedaan en die hebben de hele nacht in de kou gestaan. Dat is ook respect voor die jongens. Ja, zeker. Maar het maakt niet uit. Kijk, Nisail heeft dus het geluk gehad en we hebben ons heel erg ingezet afgelopen weekend omdat wij bij 3 distributiecentra zijn opgedoken. En wat ik dus zeg, goede gesprek met de politie, maar een goede gesprek met de aanwezige directie. Maar dan moet je ook niet langer houden. Wij zijn ook heel cool aan dat als afspraken worden gemaakt, zeg maar, dat ze zeggen, nou, lege auto's mogen het terrein af of, uh,
Of auto's die met bederfelijke waarde die voor het hek staan te wachten, die eigenlijk gelijk in de koelcel moeten, dat soort dingen. Geen enkel probleem. He, wij zijn ook bij de Jumbo geweest in Bijlen. En ik had het niet meegekregen, maar toen werden er dus trekkers aan de kant gereden en er was er één vrachtauto die kroop tussen die trekkers door en zo. Maar dat bleek dus dat die vrachtwagenchauffeur wilde graag naar huis, want zijn vader lag op sterven. Dan doen wij niet moeilijk. Nee. Neem je rust en denk aan jezelf. Ja. Nou, rust is momenteel even een ding, maar dat komt wel weer. Een belangrijke ding om voor te staan momenteel. Ik zit even door de vragen te bladeren inmiddels. Dank voor de uitleg. Zijn er boeren die profiteren van de ellende van vele boeren? Nee. Nee, er is niemand die ervan profiteert. We hebben ook wel eens overwogen om bijvoorbeeld in ons geval, hè, wij zijn een melkveehouderij, om de melk te laten lopen. Dan heeft de melkfabriek ook niks en dan krijgt de supermarkt ook vanzelf niks. Alleen, dat snijden we onszelf een beetje mee in de vingers, want dan halen ze het inderdaad dus gewoon uit het buitenland. Maar niet iedere boer is zo draagkrachtig, zeg maar, dat hij een week lang de melk kan laten lopen. Want de kosten draaien wel door en op dat moment komen er geen inkomsten. En er is natuurlijk een vraagje boer die het allemaal wel aan ziet komen. Die denkt van, nou ja, het zal mijn tijd wel uitduren of dat soort dingen. Ik wil er eigenlijk ook niet te veel over zeggen, want ik vind... Er is maar een kleine groep boer die vecht voor gerechtigheid en de rest zit thuis te wachten op allerlei uitslag. Nou, ik vind dat jammer. Standsorganisaties zijn het dan niet eens met elkaar. Is FDF bijvoorbeeld de haantjes met een gestrekte been erin en de knokploeg. Geen gebliksem. Nou, de NFV is ook een hele serieuze club die ook aan vergadertafel zit. Die is wat minder veel. Nou, dan heb je nog agractie. Nou ja, die deel liever appels uit dan dat ze wat doen. Die zijn allemaal wat gematigder en zo. Dan heb je de LTO. Nou, die heeft verreweg de meeste boeren daar. Maar ik heb wel vergelijking met ze. Om lid te zijn van FDF betaal je €150 in het jaar contributie. Ja? Bij de LTO betaal je €1500 per jaar contributie. En wat doet de LTO? Die probeert overal tussen te schuiven. He, die probeert zich overal tussen te drukken. Ook bij minister Schouten aan tafel. Ja? En wat zeggen ze dan bijvoorbeeld tegen die minister van... wilt u het zo hebben, mevrouw? Nou, is geen enkel probleem hoor. Dan brengen wij het wel aan de achterbaan. Weet u zeker dat het genoeg is? Dat er nu genoeg boeren nek op gedraaid worden? Anders doen we er nog een schepje bovenop hoor. Nou, dat is de LTO. Die al 30, 40 jaar komt op voor de belangen van de boer. Maar ze schaden de belangen van de boer alleen maar dan. En wel commentaar hem op jongens die wel strijden om te overleven. Ja. Staan er nu nog ergens boeren of is iedereen thuis? Ik meen dat op dit moment alles is in rust, thuis denk zijn, ik. Maar ja. Er wordt niks geblokkeerd op dit moment. Nee, volgens mij ook niet. Kunnen de boeren geen eigen distributie beginnen? Nee, daar hebben we ten eerste geen tijd voor. De producten moeten natuurlijk ook markt klaargemaakt worden. Hè, van boter of van melk moet bijvoorbeeld boter of kaas gemaakt worden. Wij zijn lid van een melkfabriek, de coöperatie. En wij verwachten natuurlijk dat die mensen. Kijk, de coöperatie is van ons allemaal. Wij hebben ook levensgeld erin zitten. Dat is in mijn geval. 10.000 euro's. Ik denk dat ik al 80.000 euro alleen al in een melkfabriek heb. Dan. En dan mag je ook verwachten dat die mensen zich ook inzetten. Uiteindelijk wordt het loon wat zij hebben, dan is het best oriënt.
Dat ze ook wat doen voor het loon en proberen om die producten die zij maken van onze melk zo goed mogelijk weg te zetten. Dat uiteindelijk, het maakt ook niet uit of je een eigen afzet hebt. Wij kunnen toch niet de tijd opbrengen om dat dus te vermarkten, te verkopen aan winkelketens. Dus dat is eigenlijk wat er nu al gebeurt. Hè? De coöperatie is van ons en wij hebben daar mensen in die dus voor ons het hoogst haalbare moeten halen. Nou ja, daar kun je dus ook je vraagteken bij zetten, maar goed, dat is een kwestie van vertrouwen. Eens even kijken. Dankjewel Piet, een dame met een mooie stem. Oh, dankjewel. Hoop dat jullie het allemaal voor elkaar krijgen. Nou ja, dat hopen wij ook. Even kijken. Een heleboel die zeggen, denk om jullie zelf. Mm-hmm. Piet, maar wat je nu zegt speelt overal. Er zitten overal in elke sector veel tussengraaiers. Ja, klopt. Kijk, wat ik dus aan het begin van dit relaas dus al zei. Dat even een mandje wat ik dus net voorlaas. De boer 1,74 euro oplevert. En 17,41 euro in de winkelkost, waar jullie er dan voor moeten betalen. Dan gaat er ergens iets mis. En tuurlijk, om iets te verwaarden, hè, van melk, kaas te maken en boter te maken, ja, dat kost ook geld. Ik bedoel, de fabriek moet ook draaien en zo. Dus dan is het ook wel terecht, zeg maar, dat wij krijgen dus op dit moment iets van 35 cent voor de melk, denk ik. Maar ja, dat is ook wel lager. En zelden hoog. Maar om ons daaruit te betalen, ja, dan moet er een stukje energie, de lonen moet betaald worden. Maar goed, dat is nog lang niet die 99 cent die jullie in de supermarkt moeten betalen. En let ook mensen, ik heb het wel vaker gezegd, als jullie volle melk in de mengel kopen, dan is het al afgerookt. Dat is al geen volle melk meer. Volle melk is 4% vet. Mensen is 4% vet. Dat is krijtwater. Nou ja. Vergeleken echte melk. Ja, nou ja, het is nog net zo goed smakelijk. En het volle melk is gewoon romiger dan halfvolle melk of magere melk. Dat is een feit. Maar als je volle melk koopt, krijg je geen volle melk. Nee. Als je het dan van de boer haalt, dan dat is wel even heel wat anders. Wat hebben de boeren aan een coöperatie? Wij kunnen het allemaal zelf niet de tijd niet opbrengen om dat allemaal zelf te doen. En je hebt gewoon een coöperatie nodig, ja, omdat iedereen heeft daar een deel en een aandeel in. Dus je krijgt geen scheve gezichten van de een doet meer dan de andere. Meestal is een coöperatie ook gebaseerd op de mate van inbreng. Dus dat houden ze in. Dus dat als je dus lid bent van een coöperatie, je zal veel melk leveren. Dus dat ze meer werk van jou hebben. Nou ja, in theorie wordt er dan ook meer aan jou verdiend. Dus is het dus ook best mogelijk dat jij dus een groter geldbedrag, aan ledengeld noemen ze dat, in die coöperatie hebt. Dus het is gewoon een eerlijke ja, bedrijfsvorm, noem het zo maar. Ja, het is een bedrijfsvorm. Dus wij hebben er zelf gewoon geen tijd voor. En dan ben je gewoon een bedrijfsvorm nodig om die voor je werkt. En waar iedereen dus een aandeel in heeft. En dat is dus ook een farmer-friendly coöperatie. Wij kunnen dat niet doen. Er komt ook een bestuur die het een en ander reguleert. Hè. We zijn een penningmeester nodig natuurlijk die het geld binnenhaalt. En ook weer eerlijk verdeeld. Dus daar hebben wij zelf gewoon geen tijd voor. Ze worden ons zoveel dingen ook verplicht. En wij werken met het seizoen. Dus soms dan vlieg je de haak naar de reden, om zo maar te zeggen. En een andere keer hebben we het gewoon rustig. Kijk, op dit moment er moet op een melkveebedrijf 2 keer per dag gemolken worden. Dat is een ding wat vaststaat. En de beesten moeten goed verzorgd worden. Maar ze hebben een hele verkeerde tijd uitgekozen om nou te klooien met de boeren. Want het gros van de boeren en de loonwerkers, niet te vergeten,
Die kunnen het wel wachten om nou te protesteren daar. Kan de coöperatie die 3% niet onderhandelen? Zo zou het wel moeten wezen. Maar kijk, een coöperatie die kan geen drugs hebben. Waarom, dat zeg ik. Hè? Stel, onze melkfabriek is een coöperatie. Die gaat zeggen van, we moeten zoveel procent meer hebben. Dan zegt gewoon zo'n supermarkt van, dan halen we dat uit de buitenlanden. En vooral Aldi en Lidl is daar heel makkelijk in natuurlijk. Die heeft die poten daar al. Ze gaan gewoon bij de goedkoopste inkoop. En je mag geen overleg hebben. Nou hebben we er zijn wel meer, Freudenhiel. Wij zijn bij Friedland Campina. Wat hebben we er allemaal nog meer? Maar in ieder geval, er zijn een heleboel fabrieken, of een aantal fabrieken hier in Nederland. Dan, maar die mogen weer niet overleggen, want dan krijg je dus de mededingingsautoriteit. Er mag geen prijsoverleg wezen dan. Ja, ik krijg dus heel sterk de indruk dat de winkels aangesloten bij het CBL, Centraal Bureau Levensmiddel. Nou ja, ik krijg wel de indruk dat die wel samen een inkooporganisatie hebben en prijsafspraken maken. En daarom, het Farmer Friendly, dat is door de NMA, de mededingingsautoriteit, al getoetst. En dat is geen prijsafspraak die er gemaakt is. Dus het is gewoon een legale manier van onderhandelen. Om geld binnen te krijgen. Ja, waarom doen wij het dus? Ja, kijk, een coöperatie. Die jongens die zijn voor ons aan het werk. Maar die belangen die liggen ergens anders. Je hebt ook bij de melkfabriek bijvoorbeeld. Heb je gewoon een directeur. En je hebt mensen op de werkvloer. En zo. Maar wie zou dat moeten doen? Die mensen op de werkvloer. Ja, die worden gewoon betaald. Die zeggen van ja, wij moeten kaas een keer. Of boter snijden. Kaarten en weet ik veel. Maar we zijn niet ingehuurd om een supermarkt tot een betere prijs te dwingen. Nee, dus daarom doen we dat dus zelf maar. Het is in theorie is onze taak niet, maar we moeten het wel doen. Wij voelen dat wij dat toch zo moeten doen. We hadden eerst de FDF daarvoor die dat voor ons deed. Maar ja, die zijn gewoon hopelijk al verantwoordelijk. En die krijgen de claim gelijk aan de broek. Nou, toen hebben we gezegd van, dat moeten we het zelf maar doen. En dan zien we wel wat schip eraf. Ja. Merken jullie er veel van dat de horeca gesloten is? Ja. 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 Je zou in principe niet moeten. Want kijk, als jullie naar de horeca gaan en je eet dan een patatje of een stukje kalfsvlees. Dan, als je het niet uitgeeft in de horeca, we hebben dat is dus ook wat duurder. Er heeft een chefkok van mijn vader is er mee bezig geweest en zo. Dus, maar dat is altijd duurder dan wanneer je in de supermarkt koopt. Dus eigenlijk zou je bij jezelf na moeten gaan van, ik ga één keer in de week uit eten, ik zeg maar wat. En ik besteed daar zeg maar wat, 50, 60 euro per persoon besteed ik dan. Zou je ook kunnen zeggen van, nou ja goed, ik ga thuis doen. Dan ben je ook veel goedkoper uit, maar koop dat stukje rundvlees wat je, of dat biefstukje. Koop daarna gewoon in een winkel. Maar dat gebeurt blijkbaar niet. Want als wij dus een kalfje voor de mest gaan verkopen, is er gewoon 100 euro af per stuk. En dan horen wij van de kalvenmesterij, zeg maar, die dus die beesten een aantal maanden vetmesten en dan geslacht worden en dan weer in de horeca terechtkomen voor een groot deel. En een deel gaat ook naar het buitenland. Maar dat bij de kalvenmesten, wij krijgen al 100 euro melden. Dus zij betalen al 100 euro melden als voor het beginproduct. Maar dat ze nog 100 euro per stuk eraan verliezen. Als je dan bedenkt dat ze meerdere rondes in het jaar doen volgens mij. Nou ja goed, daar zit ik dus niet zo in. Want er zijn dus wel bedrijven die dus gewoon, ik zeg maar wat. Misschien wel duizend dieren per jaar afleveren. Dan doe dat eens maar 100 euro verlies. Dat is 100.000 euro wat ze erbij inschiet. Ja. Zo draagkrachtig is niemand dat je 100.000 euro per jaar kan missen. Annika zegt, ik ben op dit moment een werkstuk aan het maken over de boeren. Oké. Dat is altijd goed. Ja. Ja. Ja.
Wordt er ook niet te veel gesleept met producten van en naar het buitenland? Nou, daar vraag ik me dus ook wel eens af. Nederland noemen ze dan een exporterend land. Ja? Maar als je dan ziet wat er ook geïmporteerd wordt, er wordt wel eens geroepen, ja, 80% van de Nederlandse producten gaat over de grens. Nou, dat is helemaal niet waar, daar geloof ik niks van. Het kan best zijn dat een aantal van de Nederlandse landbouwproducten meer over de grens gaat dan... Kijk, bij ons staat bijvoorbeeld de bloemen en de bollen, daar gaat volgens mij heel veel naar het buitenland toe. Iedereen is gek op tulpen en rozen en noem het maar op. Dus daar zal ongetwijfeld heel veel van naar het buitenland gaan. En er zal ongetwijfeld ook Nederlandse vlees en product naar het buitenland gaan. Maar ik geloof niet dat daar 80% de grens over gaat. Dat is dom gelul om de boeren. En ik heb het ook wel vaker gezegd. Wij krijgen dus van Brussel, Europa, krijgen wij dus toeslagregeling. En wat houdt toeslagregeling in? Dat is een soort van subsidie. De Nederlandse boer te stimuleren, of te stimuleren, eigenlijk onze productiemiddelen zijn ook te duur. Als je tegenwoordig rekent dat er voor een hectare grond €50.000 of meer wordt betaald. En in Duitsland of in Frankrijk of zo, waar dan ook, die grond veel goedkoper is, maar ook veel slechter. Wij halen hier door gewoon onze topboeren, halen wij zoveel van een hectare, of het nou gras is, melk of aardappels, wij halen er zoveel product vandaan. En dat moet ook naar het buitenland. Maar wij krijgen de subsidie, de toeslagregeling, om Europa te voeden. En als er de grens over gaat, naar Duitsland, Frankrijk, noem ze allemaal maar op, de denkvlagbips van de euro. Voor de mensen, denkvlagbips. Er zijn ondertussen al meer bijgekomen. Maar Nederland voedt Europa. En Europa is geen buitenland en is geen export. Waarover de grens gaat, is geen export. Waarin Europa blijft, is geen export. Als je naar Amerika of China, dat is export. Maar waarover de grens gaat en waar de Europeanen van eten, is geen export. Je kan dus ook zeggen dat alles wat de Aldi en de Lidl naar binnen sleept, is geen import. Ja. Als ik naar Duitsland ga en ik zie wat de Hollandse kaas kost in Duitsland en wat het hier kost, daar zit wel €3 verschil in. Hoe kan dat, Piet? Ja, even de vraag, nuanceren. Is het in Duitsland goedkoper, die kaas, of is het duurder? Goedkoper in is Duitsland. Is de kaas in Duitsland goedkoper? Ja. Dan is waarschijnlijk hetzelfde verhaal. Wat ik dus al zei, als hier in Nederland wordt door de winkelketens de Nederlandse boer afgekrepen, of de coöperatie uitgekrepen, de melkcoöperatie of de aardappelcoöperatie, die worden uitgekrepen, van dan halen we het wel uit het buitenland. Koos, ja, is niet dan erg. Halen we wel uit het buitenland. Dat zal dus ook ongetwijfeld ook andersom werken. Dan komt hij heel stiekem. Nou, ik kan er wel bij zitten. Net, 3 seconden. Want dan kunnen jullie even zien dat ik heel netjes getrouwd ben en zo. En dat is hem zit hier. Hoe naar die beeld? Dat daar mijn man is. Dat zegt niks. Nou ja, dat is Koos, mijn mannetje. Nou, die zien jullie bijna nooit. Heb je koffie, Ko? Ja, laat op. Dat komt eraan. Maar mag ik hem bij koffie? Laat op. Dank u. Hé? Hey? Ah, dat is zo boos. Ja, kijk, dat is Maatje. Die boze. Nou is het een hele familie. Ja, nou is de hele family compleet. Ja. Heeft een miljoen honden. Nee, dat is voor Maatje. Oh, je hebt stil, Ko. We zijn nog aan het livestreamen. Nou. Oh. Maar ik denk ook dat we het zo in mijn punt achter zetten. We zijn al een uur bezig. Hoeveel koeien melken jullie? Waarom hoeveel koeien melken wij? De volgende dag.
Wat? 79 op het ogenblik. En maak je vanop mol. 81 voor je. Zoveel al? Wow! Ja, ja, eerlijkheid gebied mij te zeggen dat ik altijd niet in de melkpurs stond. Dus, nee, dat hebben we geen tijd voor nu. Maar vandaag nog een koe gekalfd. Want er liep een mooi kalfje bij in stro. Ik had het gisteren mijn schoonzoon en Maartje in stro had gedaan. En nou, er liep vanmorgen een mooi kalfje bij. Dus die is ook vanavond door de melkstal heen gegaan. Hoe doen jullie dat met melk en als jullie weg zijn? Nou, dat doet Maartje dus. Ja, de vrouw. Ja. En soms, nou ja. Wij hadden altijd een hulp, of iemand die al 8-9 jaar hier loopt. En die spreekt nog wel wat bij. Ja, die had ik dus nu ook weer geregeld om Matje te assisteren. Maar ja, Matje die is wel waanzinnig. En die zegt van, oh, dan doe ik het zelf wel. Dus, ja, maar nee, die rest zit er verder prima mee. En ja, voor de rest, ja, als wij op pad gaan, dan zorg ik dat er genoeg voer klaar staat. En onze schoonzoon woont... Hier is ook boer in het dorp en die zorgt dat onze beesten gevoerd zijn. Ja. Dus zo doen wij dat. Ja, nou kunnen wij lang niet alle vragen zo beantwoorden, maar ik zal eens even kijken. Dat we daar even een keer los tijd voor hebben om nog wat te beantwoorden. Ja, en we kunnen altijd nog een rondje doen. Nog een keer, ja, ik bedoel, als het echt gaan volgende echt, week weer. Verder na, maar, ja, er zijn zoveel vragen. Ik kan het lang niet zo snel bijlezen allemaal. Hoeveel kijkers hebben we eigenlijk op het ogenblik dan ook? 134. Oh. 35. Oh, kwam er net weer een bij dan? Ja, kwam er net weer een bij. 35. Ja. Oké. Maar, ja, dat is mooi. Nou ja, ik zou zeggen, ik denk, heb je nog vragen ook? Ja, vast wel. Maar nou, ik zeg, we draaien er even punt aan, dan komen we nog wel. Ja, dan weer, komen we volgende week wel weer. Hou er even in de gaten. Of in deze dagen, moeten we eens even kijken. Ik stel dat we nog eens een keer uitdrukken van de week, dat we een livestream doen of zo. Of dat ook in de livestream doet en alles, dan doen we nog eens een keer een... Ja. Dragen jullie ons een warm hart toe. Stuur dan even een tikkie. En wij doen dit ook voor jullie. En nou ja, wij hebben het ook je even wel aan kosten. Dus ja, en voor de demonstraties uiteraard. Ja, daarom. En wij gaan dus voor de catering en zo. Dat komt ook een deel komt ook in de port van die zeil om onkosten te betalen. Ja. Of voor dingen die stuk zijn, zoals een aggregaat of zo, of een huur van een Dixie. Of een catering, of ja, je zit nog helemaal fatback. Ik kan het niet zeggen, jongen. Wij hebben vanavond tijdens de vergadering hebben wij sperrips gegeten. De hele bek zit nog onder het vet. De hele bek nog onder de sperrips. En Koos denkt, sperrips? Nou, we hebben nog een hele bak over Koos. Best genoeg. Ah, er zegt hier een, ik hoorde dat jullie nog een aggregaat zochten. Ik heb er nog twee staan. Moet er wel worden nagekeken, mogen jullie zo wel hebben. Dat is heel mooi, Gerrit. Stuur maar even een pb'tje naar Wij Zijn Boos en dan kunnen we eens even kijken hoe en wat. Ja, want zulke dingen zijn altijd wel heel erg handig. We hebben wel een paar aggregaten, maar... Ja, gisteren hield er ook een mee op. Die houden er mee op en het is volgens mij geen brandstofprobleem, maar daar hebben we altijd wel voldoende bij ons. Ja. En nou ja, we willen ook echt... kijk, we kunnen mensen niet genoeg bedanken. Kijk, de belangstelling is mooi. En nu, maar als wij dus op actie zijn, dan is het ook geweldig. En we geweldig mensen, echt 100 punten, dat mensen langskomen met wat hebben we wel niet gehad. Twee keer broodjes knaakworst. En dan kom je voor een heel team. Hè. Je bent wel aan het klaarmaken voor tientallen mensen. Dan. Maar ook... Vis, broodjes, knakworst, soep, chocomel, koffiethee. Koekjes, broodjes hamburger. Ja. Van de McDonald's. Dus ja.
Geweldig mensen, geweldig. Ja, top. En Snickers. En Snickers. Niet te vergeten Snickers. Ja. 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 Maar altijd. Ja. Ja, Piet komt, is een boer in de provincie Groningen en ik in Friesland. Ja. Ja, en ik, de Tiki Link die in de vorige app staat, die werkt niet meer. Ik zal straks even een nieuwe plaats hieronder dit bericht. Ja, zou mooi wezen, maar... Hoeft niet, je kan zelf ook het bedrag invullen en... Ja. Het is heel lief als mensen dat doen en echt waar het geld kan voeten terecht. Nou, het is zelfs zo, wij hebben ook zoveel voedsel aangeboden gekregen, dat wat er echt over is, dat gaat gewoon naar de voedselbank. Ja. Want, het is doodzonde dat het, en wij, zelfs wij eten het niet allemaal op. Maar we nemen het wel aan, want wij vinden het ook... Het gebaar is zo geweldig en ik zou het heel ondankbaar vinden dat we dan zeggen, nee, hoe me niet, wil me niet, is niet nodig. Echt waar mensen, dan komt het nog net zo goed terecht. Ja, zorgen we altijd voor. Ja. Absoluut. Ja, dan gaan we eerst maar even afsluiten weer mensen. En ik denk dat we de volgende week of een deze dagen wel weer zijn. We moeten even zien. Hou even in de gaten. Hou gauw gewoon de pagina even in de gaten. Wat betreft acties en dingen. Ik kwam van Kiekers bij de Boer, dan weten jullie dat binnen een aantal dagen bij. En we proberen er dus altijd te zijn. Ja, het mag wel eens wat anders lopen, dus net als vandaag. Maar nou ja, nou, ook dat wordt dan wel gemeld. En ja, volgende keer gewoon weer een vragenronde. Want ik hou jullie niet bij, zo snel gaan die vragen over het scherm. Maar we doen ons best. En tot later mensen. Doei.